Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl waar we vandaag opnieuw 100 euro gaan investeren in crypto, zoals we iedere maand doen. Maar voordat we dat gaan doen en even de laatste nieuws gaan bekijken, laten we vooral even gaan kijken naar wat er de afgelopen maand is gebeurd. Want het is ongeveer een maand geleden dat ik mijn vorige video in deze serie maakte. Toen ging het al iets minder, maar het is achteraf de laatste weken nog een stuk slechter gegaan, zelfs. Want mijn vorige video kwam op 17 mei uit, ik heb hem op 16 mei geloof ik opgenomen ongeveer, dus ongeveer op dit punt, dus we hadden al, ja we kwamen al van die top van Bitcoin uh, van 65, 64.000, was toen al gezakt. En uiteindelijk ook nog verder gezakt naar nou, ongeveer 45 op dat moment. Leek toen een beetje te herstellen op het moment dat ik het ja, opnam die video. Maar we zien wel, het is alles behalve hersteld. Want het is zelfs nog een keer een derde afgegaan. Want hij vond de bodem een beetje telkens zo rond de 30.000 dollar. Al heeft hij de laatste paar weken wel weer een paar mooie verbeteringen. En zeker ook de laatste dagen wel weer wat mooie verbeteringen laten zien. Dus gelukkig gaat het de laatste week iets beter zoals we hier ook zien. 12% in de plus. De laatste maand zelfs 7% in de plus, um, maar de laatste drie maanden is er nog steeds gewoon een derde van de hoogste koers af. En ik heb deze video de titel Wat is de toekomst van crypto meegegeven omdat we eigenlijk de laatste tijd best wel wat acties, best wel wat nieuwsberichten zien die elkaar eigenlijk ook wel een beetje tegenspreken dus laten we daar vooral een paar van gaan bekijken die de laatste weken zijn geweest. Ten eerste een nieuwsbericht van eigenlijk Eigen Bodem, Nederlandse Bodem, want we zagen namelijk dat de directeur van het Centraal Planbureau een verbod wil op crypto. Hij wil eigenlijk gewoon een verbod op alles rondom crypto, dus niet alleen het bezit, maar ook het minen of het verkopen, of het kopen, het handelen, alles eromheen. En hij zegt dan ook eigenlijk van ja, een crash is onvermijdelijk. En hij zegt, wie als laatste beweegt, is de klos. En daar heeft je op zich ook wel een punt. Ik denk alleen wel dat een verbod erg ver gaat. En ik denk zelfs dat een verbod niet eens uh, haalbaar is. Het lukt gewoon niet. Om crypto te gaan verbieden, de hele manier waarop het is opgezet. Het is natuurlijk aan de ene kant decentraal, aan de andere kant is het ook nog eens internationaal, dus je kunt niet per land blokkeren. Uh, dus ja, hij kan wel eens roepen. Ik denk ook dat het vooral laat zien dat hij niet precies begrijpt. Wat de gedachte achter crypto is en hoe, de, ja, hoe het werkt. Dus je kunt het eigenlijk ook niet verbieden. Maar daarnaast zegt hij ook dat een crash onvermijdelijk is. En dat denk ik wel dat hij daar een punt heeft. We hebben namelijk al eerder dit jaar zelfs iedere maand bijna wel een correctie gezien. Maar echt een crash, die hebben we ook al regelmatig gezien. De laatste keer nog, ja, eigenlijk na de piek van 2017. Crashte Bitcoin en heel veel andere cryptocurrencies begin 2018. En dan hebben we het echt over misschien wel 80, 90 procent van het hoogtepunt wederom naar het dal. Dus ja, dat is al vaker gebeurd. Dat hoort er denk ik gewoon bij. Het komt ook wel een beetje omdat er eens in de zoveel jaren in één keer iedereen gaat denken: van oh, nu moet ik het hebben. De koers gaat stijgen. Nog meer mensen gaan er, ja, zijn ermee bezig. In dit geval met corona hebben heel veel mensen de tijd. Ze hebben het geld. En ze willen misschien de laatste keer niet missen. Zo hebben we ook gezien wat er in 2017 is gebeurd. Dus ja, dan hebben we eigenlijk gewoon te maken met een hype... Ook dat zal dit keer wel weer een keer gebeuren. Uh, maar ja, heel veel mensen zullen er hopelijk in ieder geval ook voor de lange termijnen zitten. En zeker ook hier rekening mee houden. Maar dat het ook anders kan, ook dat zien we. En dat zien we zelfs gebeuren ook in een land. En dat is zelfs in El Salvador. Want El Salvador heeft aangegeven dat Bitcoin een wettig betaalmiddel wordt. En daarmee is het land het eerste land ter wereld dat Bitcoin als wettig betaalmiddel aanmerkt. En dat wil dan zeggen dat je er eigenlijk gewoon je belasting ook mee kunt betalen. Dus de overheid. Ga dadelijk bitcoins accepteren voor de belasting die jij moet betalen. En het is ook zo dat ondernemers die de benodigde technologie hebben, bitcoin niet langer mogen weigeren. Maar zo zie je ook dat het dus anders kan: dat een land niet gaat verbieden, maar juist gaat omarmen. El Salvador zal dat vooral ook doen. Het is natuurlijk een heel andere situatie, want een land. Is uh, ja, best wel een arm land. De inwoners hebben niet zoveel geld. Maar op deze manier hoopt het land eigenlijk ook gewoon om investeerders en toeristen juist te trekken naar het land. En natuurlijk, aan de andere kant, hun eigen munt gaat het ook niet zo goed mee. De Amerikaanse dollar is er al langer een wettig betaalmiddel in het land en wordt dan ook veruit het meeste gebruikt. Dus ik denk ook dat het vooral een extra manier is om ja, eigenlijk de betaling in het land uh, aan de gang te houden. Dat misschien mensen. Uh, uit het buitenland geld ontvangen, dat is vaak nog omslachtig en best wel duur en zou dus eventueel met bitcoin goedkoper kunnen ook. Dus aan de ene kant omarmt een land uh, bitcoin zoals El Salvador dus. Aan de andere kant heb je een land zoals Nederland waar de directeur in ieder geval van het Centraal Planbureau zegt van we moeten het verbieden. Heeft natuurlijk heel erg te maken met hoe een land er tegenaan kijkt. De ene land ziet kansen, het andere land ziet juist bedreigingen. En Nederland zegt dan wel, of Nederland, die directeur van het CPP, die zegt dan wel van um, ja, ik wil dit doen omdat er een kruis aankomt. Ik wil mensen uh, ja, hun vermogens eigenlijk beschermen. Maar door ze juist richting de euro of een dollar te sturen. Ja, heb je gegarandeerd dat mensen vermogen gaan verliezen? Juist door de inflatie. Maar ja, dat is hoe ik er tegenaan kijk. Laat ook vooral weten in de reacties onder deze video hoe jij er tegenaan kijkt. Ben jij het mee eens met wat Nederland voorstelt? Of El Salvador? Of allebei een beetje. Maar dat waren dus de landen. Laten we nu gaan kijken hoe bedrijven of beleggers hier tegenaan kijken. Ten eerste weer Tesla. Want Tesla ziet nog steeds toekomst in Bitcoin. Elon Musk heeft namelijk weer van zich laten horen. En natuurlijk weer via een tweet. Uh, Tesla heeft, zegt hij ook wel, heeft nog steeds al zijn bitcoins of al haar bitcoins... behalve die 10% die ze eerder al verkocht hadden. Wat ze eigenlijk toen al zeiden, we willen dat doen om toen de liquiditeit van het netwerk te testen... is het mogelijk om snel grote bedragen via het netwerk uh, kwijt te raken of te kopen misschien wel. En ze zeggen nu ook uh, dat ze eigenlijk gewoon weer bitcoins willen gaan accepteren... zodra 50% van de gevestigde miners kan aantonen dat ze met groene energie werken... En het was wel te verwachten dat er dit soort nieuws kan komen vanuit Tesla. Ik had zelf wel een beetje verwacht dat Tesla misschien wel zelf met een oplossing zou komen. Ze hebben denk ik de kennis en de producten om ook echt wel een product of een systeem of een service op de markt te brengen. Waarbij ze kunnen aantonen van kijk met onze producten zou je duurzaam kunnen minen. Maar op deze manier is denk ik ook ja, iets om aan te tonen. En kijk maar hoe de markt erop reageert. Ook op dit nieuws gaat de koers omhoog dus. Heeft Tesla of Elon Musk wederom impact op de koers of zien wij dit weer als positief nieuws voor de toekomst van Bitcoin? Daar ben ik er steeds niet helemaal over uit. En tenslotte hebben we ook nog een nieuwsbericht over de bekende investeerder Paul Tudor Jones. Want hij heeft namelijk in een interview aangegeven 5% van zijn vermogen in crypto te willen investeren. En of dat nou 5% van zijn vermogen is van zichzelf of van zijn klanten, dat kon ik er niet helemaal uithalen. Maar ik geloof dat hij zelf 7 miljard heeft. Zijn klanten daar beheert hij 9 miljard voor. En een van die twee bedragen, daar wil hij dus 5% van investeren. Nou, lijkt 5% misschien wel weinig. Maar dat is hetzelfde percentage als dat hij in goud wil stoppen. Dus je zou kunnen zeggen dat hij in principe crypto even waardevol vindt als goud. En hij zegt dan ook van... ja, ik zie crypto vooral als een goede asset class... in mijn portfolio, juist ook voor meer spreiding... en zeker ook met de huidige beleid van de Federal Reserve... rondom inflatie... ziet hij gewoon dat het daar niet de goede kant op gaat... en zoekt hij daarom juist... Ja, gaat hij de mogelijkheden of de toekomst ook weer bekijken... van cryptocurrencies. En laten we dan afsluiten met het laatste nieuwsbericht van Hedge Funds. Uh, zij willen namelijk ook investeren in crypto. De Financial Times heeft namelijk navraag gedaan... Bij deze hedgefondsen wat zij van crypto vinden. En daar komen best wel ja, mooie antwoorden uit. Zeker niet geval als je in de toekomst gelooft van crypto. Ze geven namelijk aan dat de komende jaren. ze meer crypto gaan kopen. Ze verwachten over vijf jaar. gemiddeld 7% van hun vermogen in crypto te hebben geïnvesteerd. En dat zou dan gaan om een bedrag van 312 miljard dollar. dat richting crypto gaat. Of misschien nog een groot gedeelte dat er die kant op gaat. omdat ze misschien nu ook al een positie hebben. Maar hoe groot die positie op dit moment is. Dat is nog niet bekend en het is natuurlijk zo dat hedgefondsen natuurlijk meer uh, risico gaan nemen, dus juist misschien dit soort dingen wel op gaan zoeken om juist ook meer rendement te maken in de toekomst. Maar ook al eerder dit jaar, ook dat heb ik behandeld, heeft Cathy Wood van ARK Investor besproken. Zij zei ook al van ik zie het wel gebeuren, mijn verwachting of onze verwachting is dat de grote partijen, waaronder hedgefonds dus, uh, hedgefondsen dus, Um, waarschijnlijk uiteindelijk zo rond de 6% van hun vermogen daarin gaan investeren. En als dat zou gebeuren, steeds meer van deze grote partijen, grote bedrijven, dat zouden gaan doen. Dan verwachten zij dat de koers van Bitcoin over een paar jaar, geloof ik, naar 500.000 dollar per Bitcoin gaat. En voordat we nu opnieuw die 100 euro gaan investeren voor deze maand wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. En bijna niet geabonneerd, maar wil je wel meer van dit soort video's zien? Wil je ook nooit meer een video missen in de toekomst? Klik dan op abonneren onder deze video. Eventueel op het notificatiebelletje dus om nooit meer een video te missen. Maar gaan we nu over naar CoinMurgs waar ik opnieuw deze maand dus mijn 100 euro in crypto ga investeren. En ik ben nu dus ingelogd in mijn account. Het is nu in totaal 402 euro die er uh, is geïnvesteerd. En ik heb alweer 100 euro dus klaarstaan. Maar zoomen we heel even uit om het koersverloop de laatste maand te zien. Dan zien we wel een maand geleden. Ik nam het dus een dag eerder of twee dagen eerder op. Stond het waarschijnlijk nog iets hoger. Is wel weer gedaald, regelmatig weer gestegen. Wederom gedaald naar ongeveer... Ja, die koersen die we eerder hebben gezien in de grafiek. En de laatste paar dagen ziet het er weer iets positiever uit. Gaan we heel even kijken naar de wallets die ik op dit moment heb. Want ik heb inmiddels uh, verschillende keren 100 euro ingelegd. Uh, Ethereum staat nog in de plus met 16%. Bitcoin sta ik helaas in de min met min 22%. Um, zoals gezegd, die 100 euro die we zo meteen gaan investeren. Cardano ook nog steeds een goede met 27% in de plus. Ik geloof dat ik één of twee keer heb gekocht telkens zo... Iets boven de euro. En vorige maand heb ik Dogecoin gekocht. Dat was voor 20 euro. Um, ik heb toen ook al aangegeven. Ik heb al vaker aangegeven dat Dogecoin niet een coin is waar ik in geloof. Dat er echt een goede filosofie achter zit. Maar juist om vorige maand te laten zien van... Wat is er met die hype bezig? Uh, wat kan er misgaan? Nou, dat hebben we de afgelopen maand dus wel gezien. Min 40 procent. Maar misschien kan het ook wel in één keer heel erg goed gaan. Zeker wanneer Elon Musk weer iets over Doge tweet. Dus ik wil puur laten zien wat je mee kunt maken als je eigenlijk in een coin investeert waar ik tenminste geen toekomst echt in zie. Misschien gaat je wel komen, maar het risico hierin is heel erg groot en zeker op de korte termijn staan we dus nog flink in de min. Ik heb ook even zitten denken wat ik dan deze maand zou doen of ik misschien een nieuwe coin toe wil gaan voegen. Ik heb getwijfeld een beetje over Ripple om die toe te gaan voegen, XRP dus. Als je daar iets van vindt, laat dat vooral weten. Ook weer daarom in de reacties onder deze video. Misschien dat ik het dan volgende maand wel uitgebreid ga behandelen. En misschien wel ga toevoegen. Maar voor deze maand wil ik gewoon even weer de coins die ik nu al heb. Uh, de top drie en dus niet Dogecoin. Maar de andere gewoon in mijn positie weer iets uit gaan bereiden. En laten we allemaal gaan beginnen met Bitcoin. En daar ga ik nu 25 euro bij kopen. Dus ik kijk hier rechts, 25. Klik op Buy. En wachten heel even. En ik zeg buy now. De volgende coin is dan gewoon Ethereum. En ook hier wil ik 25 euro wederom gaan investeren. Waar ik nog steeds eigenlijk hetzelfde dacht: van we zien dat Bitcoin nog steeds een store of value is. Alhoewel dat is ook niet helemaal waar, want we hebben daar flinke koersschommelingen gezien. Maar ik zie Ethereum steeds vaker, of nog steeds eigenlijk, als meer een toekomst. Zeker met die smart contracts. Ook daar zag ik van de week een nieuwsbericht over dat er misschien wel 25 tot 30 procent of zo heel vaak vastzitten in deze smart contracts. Dus dat eigenlijk alleen maar positief nieuws uh, voor Ethereum. Dus daarom, wederom daar iets in. En tenslotte Cardano, nog steeds iets waar ik in geloof. Um, ja, als je het project kijkt, um, ja, ik vind het gewoon eigenlijk weer een verbeterde versie van Ethereum. Veel meer mogelijkheden. Waarschijnlijk ook echt dat het mogelijk gaat worden om het echt als betaalmiddel te gaan gebruiken. Want dat is natuurlijk met bitcoin um, is vaak nog duur, is nog heel erg traag. Nou Cardano zou dat op kunnen lossen. Dus ik vind het eigenlijk ook wel een beetje raar dat El Salvador voor bitcoin kiest. Omdat ja, het is niet echt een betaalmiddel. Aan de andere kant als je belasting moet betalen zit er vaak ook niet heel veel haast achter. Dat mag best wel een paar uur dieren of een, een dag misschien wel. Dus um, daarom als laatste dus Cardano. En daarmee heb ik opnieuw de 100 euro geïnvesteerd. gaan we weer even terug naar het overzicht. Zullen de percentages natuurlijk iets veranderd zijn omdat ik meer geld heb geïnvesteerd. Maar we zien inmiddels dus dat we 200 euro, iets meer dan 200 euro in Ethereum hebben zitten. 145 in Bitcoin. 138 euro in Cardano. En 12 euro in Dogecoin. Ik ben ook vooral benieuwd hoe dat er volgende maand uitziet. Want er kan natuurlijk, zoals we eerder hebben gezien, heel veel gebeuren in een maand. Dus laten we hopen dat de komende maand in ieder geval een stuk positiever is dan de afgelopen maand. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dus zeker even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd en wil je geen video meer missen in de toekomst? Klik dan op abonneren onder deze video. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.